Goedemiddag. Iemand iets te melden? Ja, hallo Hans. Ik zit hier en ik voel ontroering. Ontroering is zeg maar de neiging om tranen te laten gaan bij de blijdschap die dat eigenlijk oproept. Het lijkt net alsof dat continu zegt, Ruud, dit, dat. Yes. Dankjewel. De woorden gisteren, het gaat om jou. Die zijn een beetje meegenomen. Maar als je diep kijkt, is er geen jou. En is er alleen leeg. Yes. En het gevoel van dat je hier in een leeg ruimte zit, dat jij er niet bent, niemand er is. Ja. En als we weer gaan lopen. En toen kwam er boven een beeld of iets. Als ik er niet ben, dan kan het niet lopen. Dus er moet altijd iets voor er al zijn, voordat ik kan gaan lopen. En dat is eigenlijk met alles. Yes. Er moet altijd iets zijn voordat iets ontstaat. En als dat er altijd is en alles wat naar buiten valt, valt weg. Maar als ik aan de andere kant ga staan, is dat natuurlijk wel, maar ten diepste is het niet. Yes. En het mooie van alles is dat het een openheid is die overal herkend en erkend wordt, zelfs als je loopt buiten met die bloesemnaam, dan is het. Je ziet die bloesemnaam, maar tegelijkertijd is er een wijdheid, een leeg. En dat is ook als ik bijvoorbeeld mijn hand zie, dan zie ik wel mijn hand, maar er is geen hand. Hij is leeg. Dus ja, zo zit het. Leuk. Iedereen kan naar huis. En dat werkelijk in elk atoom, in elke vezel te herkennen. Want een cel is op zich ook leeg. Alleen gebeurt er een heleboel, maar de cel op zich is leeg. En wij als mensen zijn ook leeg. Yes. Ja, dat is eigenlijk heel leuk, want elke keer realiseer ik me dan dat ik naar dingen lijk te kijken. Dus de neiging is, en bestaat heel vaak, om te kijken zoals ik vroeger keek, zeg maar, naar een vogel of een dier of een plant. Maar op het moment dat dat wegvalt, dat benoemen, zeg maar, gewoon te lopen, dat er alleen een lopen, zelfs dat woord lopen is er eigenlijk niet meer, maar gewoon als een ontvankelijk kind, zeg maar, verbaasd te kijken naar waar hij naar kijkt. Dat is niet iets wat je kan doen, lijkt. Het overkomt je. En dan sta je bij stil. That's it. Dat geeft je natuurlijk weer een vorm van blijdschap en dan komt weer die riedel. Hè. Dat is, Wat ik mooi vind in de beschrijvingen van jullie allebei. Ik schreef net hier iets op van als je naar een muziekstuk luistert, ga je dan heel specifiek op één viooltje zitten letten?
of die ontvankelijkheid, die term viel, kun je een open aandacht hebben waarbij de hele symfonie of whatever it is, tot je kan spreken, waarbij je dus in het luisteren ernaar niet op een of ander iets uit bent, maar zelf een soort welkome ruimte bent waarin het zijn dans kan doen. Dus daarmee bedoel ik van wat we heel veel doen is, we hebben last van een specifiek dingetje of zijn op jacht naar een specifiek dingetje waarmee je het totaal uit het oog verliest. Dus die openheid waar jij het over had of die ontvankelijkheid, die raak je dan kwijt. Dan wordt het zo moedwillig allemaal. Ik moet hiervan af of ik moet dat te pakken krijgen. Op het moment dat je op die verkeerde manier naar mijn smaak inzoomt, je verliest gewoon het geheel uit het oog. Die sensitiviteit die er is om een soort luisterend, voelend aanwezig te zijn, zodat iets misschien tot je doordringt of zich openbaart, zo je wil. Dat ben je meteen kwijt als je denkt dat het hierom gaat of daarom gaat. Is dat... Does it make any sense? Terwijl als je gewoon even zit of even loopt en dus niet specifiek met iets bezig bent, dan kan er iets veel subtielers gebeuren, iets veel muzikalers, iets veel minder dwangmatig. De meeste inzichten die hier gebeurd zijn, zijn niet gebeurd omdat ik heel dwangmatig ergens mee bezig was. Het maximale wat dat dwangmatige deed, was dat er een soort focus ontstond. Er een paar dingetjes uit elkaar konden vallen, waardoor ik in een veel opener aandacht terecht kwam. Of een opener aandacht werd, zo je wil. Dus soms moest dat even, om ergens een gat in te maken. Maar wat er door dat gat heen komt, dat is iets eigenlijk altijd nieuws. Iets onbekends, iets verrassend. Dus we kunnen met die de term, ik weet helemaal niet waar dat dan weer vandaan komt, maar je hebt whatever doet er niet toe. Deep mind kwam op. Je hebt surface mind en die is altijd als een soort politicus bezig met belangen. Maar je hebt ook iets van deep mind, dat is een soort verstaan. Een totje laten spreken. Het is veel stiller. Het raakt veel verder dan begrijpen. Ik begrijp dit, weet je wel. Er zit die agressie van het grijpen in. Het is altijd belang gestuurd. Het zit altijd vol met oppervlakte belangetjes. Maar je hebt een hele andere modus als mensje. Die veel diepere toestand. Als je iets wil ontdekken, moet je daar zijn. Je moet uit die oppervlaktegeest vallen. Alles wat ik kan begrijpen zit in een hele smalle bandbreedte. Van hele simplistische of versimplificeerde oorzaak-gevolg dingetjes. Wat mij goed uitkomt of wat mij bevestigt of iets oplevert. Dat is wat ik in het boekje kruideniersmentaliteit noem. Het is altijd een winst-verliesrekeningetje, terwijl in die deep mind toestand, om het maar even zo te noemen, er is helemaal geen winst of verlies, er is een verwondering. Er is ook een besef van, ik weet het niet. En dat is niet erg, want als ik niet weet, ben ik nog open en kan er iets ontdekt worden. Als ik denk dat ik wel dingen weet, dan is mijn geest eigenlijk op slot. Vandaar mijn gezeur vaak over, onderzoek je overtuigingen, want het zijn allemaal dichte deuren. Er kan geen lucht binnen, er kan geen licht binnen. Het zit zus, het zit zo, really. Wat me gisteren trof is dat je zei, die zalen zijn er eenvoudig van geest. Maar toen dacht ik, ja, wat betekent het nou voor mij? Stel, als het voor mij het leven lekker is, als doorsukkelt, dan zul ik mezelf dus eenvoudig, eigenlijk weet ik niks mis mee,
maar er moet ook een soort alerte aanwezigheid zijn van die diepte, zeg maar, waar jij het over hebt, om daar attent op te zijn. Yes. En anders gaat toch de klok tik-tok. Yes, yes. En dan sneuvel ga ik dan door. Dus aan de ene kant moet je dus een soort gesplitst zijn met je energie van let op. En als je dat weer in de gaten hebt, relax. Yes. Wat gebeurt er? Yes. Hoe zit het dan in het verhaal? Dus het is voor mij een soort en-en. Gefocust zijn met een nog veel grotere ontspanning. Yes. Een nieuwsgierigheid van wat er gaat nu gebeuren. Dat die deep mind. Dat vind ik eigenlijk veel aantrekkelijker. Ja, dat lijkt mij ook. Veel. Ik vind het knap saai, die kruidenier-mentaliteit. Dus het geeft ook aan van, leven is zo diep als jij bent. En we kunnen dat beperken en de belangetjes. En als je groepen wil sturen, is het heel handig om ze in een smalle bandbreedte te houden. Zijn ze makkelijk te manipuleren. Weet je wel, lui die diep zijn, die kun je niet manipuleren. Dat is gewoon onmogelijk. Die laten zich niet tot een of andere, ik bedoel niet politiek in de gewone politieke zin, maar tot een of andere beweging. Dus dat worden automatisch, naar mijn smaak, autonome wezens. En die kunnen zelf nadenken en die zitten in een voelende, opmerkzame modus. Dat is breed, dat is diep, dat is open. In plaats van de hele tijd dat dit wel, dat niet gebeuren. En daar zit iets bij van ook iedere keer opnieuw kunnen gaan kijken als er een verschijnsel optreedt. Het als nieuw ervaren. Dus niet van, oh ja, dat heb ik al 13 keer meegemaakt, dat is dit of dat. Er is steeds een opnieuw verwonderd kijken naar een soort mysterie wat daar bezig is. Die mij wel bekend is op een gevoelsmatig of intuïtief level, maar het is geen wiskundesommetje. Ik weet nooit zeker wat iets is. Tenzij ik mijn geest heel smal maak, dan is het makkelijk. En dat is ook de aantrekkelijkheid van, in die zin, die negatieve eenvoud, waarmee je dus kleingeestig bent. Dan is leven heel makkelijk, want dit is dit en dat is dat en al die dingen. Als ik ergens op tijd moet komen, ja, dat is wel moeite. Ik kom tegen dat mij eigenlijk de meeste verkramping geeft om. Ik hou ervan gewoon om op tijd te zijn bij dingen, maar soms gaat dat niet. Nou ja, dan ben je niet op tijd en dan of is dat niet erg, of iemand die gaat moeilijk doen, of je komt er niet in. Nou, dan betekent het dat het bestaan, de reality, gewoon tegen je zegt, in dat laatste geval, ga maar wat anders doen. En aangezien ik zelden het idee heb dat het eind veel belangrijker is dan iets anders, nou, dan ga ik toch wat anders doen. Boeien. En als iemand zich er druk om maakt, ja, dan moet hij zelf weten. That's all right. Dan mag gerust, want er staat nergens dat mensen zich niet druk mogen maken. Het zou ook kunnen betekenen, dat is een andere optie, ik roep maar wat, hè, zoals meestal, dat je eigenlijk gewoon geen zin hebt om te gaan naar waar je naartoe wil. Want als je ergens graag naartoe wil, volgens mij ben je dan op tijd. Maar als je geen zin hebt, dan gebeurt er altijd wel iets van, ja, ik had toevallig weer een lekker band toen ik naar oma Harry moest. Ik weet niet wat dat is, nou, ik wel. Het is gewoon een lul en je wil er niet heen. Ja, daarom zeg ik het ook. Ja. Nou, de motivatie om te komen was vooral dat ik heel leuk vond om jou. Ja, uiteraard, dat begrijp ik heel goed. En om dan ontspannen in de begrenzingen te functioneren, het is een uitdaging. Ja, vooral als je nog steeds, denk ik, te veel dingen doet waar je eigenlijk geen zin in hebt. Mijn tip is, hou daarmee op. Ja. Een van de leukste dingen vind ik om niet te doen waar ik geen zin in heb. Ja,
En Voltaire die riep ooit al van, ik dacht altijd, zei hij, dat vrijheid betekent doen waar je zin in hebt. Maar ik kwam erachter dat het gaat om niet doen waar je geen zin in hebt. Die was dan wel niet verlicht, maar die was wel fucking grappig. En die dacht wel eens na zo, echt. Heel leuk, dus, om aan te raden. Erg leuk. Veel leuker dan die goeroes. Ja, behalve mijn boeken dan, want die zijn fucking grappig. Is dat verder niet verlinden, man. Het is leuk. Gewoon kappen met dingen doen waar je geen zin in hebt. Why would you? Weet je wel, ik bedoel, als je 20 bent, dan moet je gewoon allerlei dingen doen. Weet je wel. Maar als je 100 bent, dan... Net als wij. Dan heb je alles al een beetje meegemaakt, bedoel ik maar, weet je wel. Waarom zou je nog? What the fuck is the point? Om het andere naar de zin te maken of dingen dan soepel lopen. Ja, voor wie? Voor die anderen. Want jou betreft de dingen doen waar je geen zin in hebt. Ik voel ook de patronen die er zitten van opvoeding, de kerk. Terrible. Weg. Als we dan toch leven en we denken dus in termen van tijd en de gewone dag, waarom niet proberen de tofste dag te hebben vandaag die je maar kan hebben? Waarbij je zo'n beetje op het eind van de dag je beter voelt dan aan het begin. In plaats van dat je op het eind van de dag helemaal... Weet je gewoon, have the nicest day possible. Why not? Could be your last. En dan zit je de hele dag zo van allerlei dingen te doen die anderen prettig vinden. En ja, niet eens prettig vinden, maar zodat ze nergens over na hoeven denken of niet met iets anders geconfronteerd worden of een keer zelf afwassen. Ja, precies. Ja, ja dat bedoel ik. Ja. Ik ken haar een beetje. Het is niet dat ik helderziend ben, hoor. Het is gewoon een beetje opletten. Je mag naar achter. Wat ik nu bij mijn zoon van 19, die zit echt ook in zo'n fase van ja, wie ben ik en waar leen ik mijn identiteit aan en dat gaat zover. Ja, dat hij ook zegt van nou, waarom leef ik eigenlijk of waarom zou ik nog verder leven? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Maar die uitingen van hem, die geven mij een enorm angstig gevoel. Ja, tuurlijk. En des te interessanter voor hem om die dingen te zeggen. Ja, wel dit? Nee, wel zeker. Waar ik me nu met name heel erg mee bezig houd, is van... Hoe komt het dat die gedachten, dat hij zichzelf misschien wel eens wat aan zou kunnen doen, bij mij zoveel angst? Ja, maar daar heb ik het ook over. Daar gaat het uiteindelijk om. Jij moet dat onderzoeken en doorvoelen. Ja, doorvoel die angst. En als ik daar dan verder naar kijk, dan denk ik, ja, het is natuurlijk logisch als je zo er niet meer is, dat dat een pijnlijk gevoel. Nee, de kletsverhaal. Ja, dus dat zie ik dan ook wel. Als ik dan een stap verder ga en me voorstel van, stel dat er nou helemaal niemand meer is om van te houden, dan voelt dat ook alsof een heel groot stuk van die identiteit van mij wegvalt. Net alsof het houden van ook iets is wat mijn identiteit bepaalt. Goed. Keep going. Maar als ik me dan inderdaad voorstel dat er inderdaad helemaal niemand of niets meer is om van te houden, dan voelt dat, geeft dat een enorm angstig gevoel en pijnlijk gevoel. Dat is verrassend. Maar het voelt ook, als ik daar echt in ga zitten, voelt het ook als wel iets wat ruimte geeft. Zo, echt wel. Dat is bevrijding, man. Ja, maar ik heb het gevoel dat je nee, integendeel. Maar ik wil dat je gewoon daar echt in gaat. Ja. En dat dus niet... al die dingen die zie je goed, maar ik vraag me af of het intens genoeg beleefd wordt. Of je echt dare to go there. Ja, nou, dat is natuurlijk... Het is cruciaal. En die zoon is een fantastische guru. Ja. Hij weet het niet, godzijdank. Anders werd hij nog arrogant ook. Ja.
Dit zijn de vragen. The need to love. That's not love. Maar het grappige is dat als dat wegvalt, hè, dan lijkt het net alsof je in zo'n, ja, dat klinkt allemaal een beetje zweverig, maar dat er toch een soort universele liefde is of zo. Ik vond die angst of die pijn, dat vond ik niet echt heel erg vervelend of zo. Good, dus ruim hem op. Ja. Wees hier grondig in, is mijn oproep aan je. Alles klopt wat je zegt, maar het moet dusdanig doorvoeld worden, doorleefd worden, dat dit hele issue vernietigd wordt. Anders laten we het een beetje bij halve inzichten. En dan blijft de pijn en de terreur van liefde nog steeds een rol spelen. Dit is fantastisch. Dit is dé ingang om een gigantisch blok waar iedereen aan vastzit te vernietigen. En voor mijn smaak is de enige werkelijke liefde universeel. Onvoorwaardelijk, onverwoestbaar, niet exclusief, niet op een vorm gericht. Niet op het wel of niet leven van iemand gericht. De rest is need. Het gaat niet dieper dan mijn ik hou van roken. Dat is ook houden van. Weet je wel, maar je denkt toch niet dat ik werkelijk iets voel voor een sigaret? Weet je wel? En in die metafoor, andere mensen gebruiken wij dus als sigaretten. Dan zeggen ze dat het slecht is dat ik rook. Dan denk ik van ja, maar jullie zuigen anderen leeg. En laten je leeg zuigen door anderen. Het is allemaal vampirisme. Ik rook gewoon een sigaretje en ik heb verder niemands liefde nodig. I don't give a shit. I am love, I don't need it. Maar wel een sigaretje. Oh, heerlijk. Super. Die hele gewone menselijke liefde, hè? En daar is ook waar je al naar verwijst, en dat zit erin, dat is vergeven van de angst. En angst en liefde, ik begrijp werkelijk niet hoe het samen kan gaan. Ik snap dat iedereen denkt van wel. Want ja, als je van iemand houdt, dan ben je ook bezorgd. Of ik hoor wel eens van die teksten waarmee vrouwen zich vastzetten. Ja, moeders zijn nu eenmaal bezorgd. That's what they do. What the fuck? Jullie brengen leven voort. Dat kunnen wij niet eens. En dan ga je je bezorgd zitten maken. Dat is toch geen leven? Krampachtig gedoe. We hebben echte mensen nodig, geen mietjes. Sorry, ik draaf door. En daar komt nog bij dat kreng, net als alle anderen, echt eens moeten uitzoeken op een fundamenteel niveau. Do you want to live or do you want to die? Figure it out. En als het echt zo is dat iemand na grondig onderzoek zoiets heeft, nee, ik ben liever niet, top! Nu gaan, maar niet voor een trein springen. Laat anderen maar rust. Er zijn prima dingen te vinden hoe je zonder al te veel pijn en ellende en zonder anderen lastig te vallen er een eind aan kan maken. En dan nog een keer van wat ik al 100 keer geroepen heb, iedereen gaat dood, dus jouw kind, mijn kinderen, ze gaan het niet redden sowieso. Dus. En nog een dingetje. Van de doden weinig last. De levenden die bellen de hele tijd, want dan hebben ze weer geen geld. Of ze zijn weer iets kwijt. Of ze willen weer langskomen. Terrible. En willen ze vertellen over wat ze meegemaakt hebben. Interessant. Oh, echt waar.
jongen toch, wat een bijzonder leven heb je toch. Je hebt nagedacht. Deze geef ik zeker zeer. Oké, nou iemand anders weer iets zeggen. Dan gaat hij zo'n one-man show weer opvoeren. Bijvoorbeeld, of ik heb je lief, ik heb je lief. Je bent van mij. We tellen alles op bij ons ego, weet je wel. Mijn kinderen, mijn vrienden, mijn whatever. Mijn. Het gaat helemaal niet over die anderen. Ik hou helemaal niet van die anderen. Ik doe het allemaal voor mezelf. Ik wil dat het goed gaat met mijn kinderen, zodat ik mij goed voel. Niet dat zij zich goed voelen. Het gaat om mij. We're fucking selfish. En zo hoort dat, hè? Er is verder niks mis mee. Maar laten we daar even eerlijk over zijn. Als iedereen blij en gelukkig is, dan heb ik geen last van ze. Daarom wil ik het. Ja, want mensen die niet gelukkig zijn, die zeiken de hele tijd. Weet je wel, mensen die niet competent zijn of volwassen zijn, dus die niet op hun eigen poten kunnen staan, die komen de hele tijd, paap. Dat is fucking boring. Dat is prima als ze 4 zijn. En dan liefst zo min mogelijk. Maar als het 24 is, of 19, of whatever, fuck off. Get a job. Do something. Daar ergens. Grow a pair. En zo denk ik erover. Ja, dat zal mijn fascistoïde schildklier zijn die opspeelt. Ik van Freek de Jonge gejat, hè? Altijd fijn, hè, die religieuze bijeenkomsten. Amen. En dit is geen populair onderwerp. Bijna niemand heeft zin om hiermee aan de gang te gaan. De hele kudde van zombies vindt het totaal normaal. Zorgen maken, neediness, al die klerenzooi. En ze vinden het volledig acceptabel om het allemaal te verkopen voor liefde. Ja, voor sommigen stinkt het, voor anderen niet. En ik vroeg er dus ook om waarom je er vanaf wil. Want het is niet zo van dat als iemand constateert van oké, iedereen doet alles voor zichzelf, I get that. De ander dus ook. Ik heb dus mensen nodig om een eigen gevoel van zelf overeind te houden. Oké, nou weet ik dat zo werkt en I'm okay with it. Dat kan ook. Ik heb er geen bezwaar tegen, alleen mensen moeten niet bij mij aankomen met die shit. Maar als mensen zo willen leven en ze hebben gewoon gezien dat zo werkt en ze vinden het prima, top, keep going, weet je wel. Want ik heb nooit gezegd dat het slecht is. Ik vind het er niet uitzien. Je zegt om een gevoel van zelf in hoog te houden. Ja, sure. Ja, ik voel me een beetje als een soort peuter met een soort tantrum van het moet op mijn manier. Ja. Ja. En daar heb je toch een zelfgevoel bij nodig? Ja, ik. Ja, yes. Duidelijk. Ja, nogal. Dat bedoel ik. Echt wel, ja. En die anderen zijn er dus voor om dat zelfgevoel te voeden. Ja. En we worden iedere keer bar irritant als de realiteit geen zin heeft om ons als ijsje te geven op het moment dat wij dat willen. En dan wel chocoladeijs en geen vanille. Mm-hmm.
motherfucker. Twee bolletjes, zei ik. Als je van me hield, dan... Het is zo fucking childish allemaal, weet je wel. Heel kinderachtig, absoluut. En er zit ook een laag van angst. Ja, natuurlijk. Maar weet je, op een psychologisch level, of zelfs biologisch level, is het niet zo gek. Wij zijn allemaal begonnen als diertje, als een totaal hulpeloos... Ja, je weet niet eens wat het is, een soort amoebe, die nergens toe dient. Het enige wat het kon was schreeuwen en tot de grote verwondering, één kick en zzt, er was voedsel, schone luiers, aanraking. Dus op commando. Na een tijdje gaat dat draaien. Want dan, ja, die moeder is ook niet achterlijk, tenminste mag je aannemen of hopen op zijn minst. Die gaat op een gegeven moment onderscheiden wanneer er echt iets is. En wanneer dat kreng gewoon aan het manipuleren is. En daar beginnen ze al mee met een maand of 10. Dan vinden ze het gewoon leuk. Van, ik schreeuw en er gebeurt iets. Oh, weet je wel. En dan begint er dus, daar begint eigenlijk de eerste fase van een soort afgescheidenheid. Eerst is het totaal één. Het kan als het ware niet eens onderscheiden wat die zelf is en wat de moeder is. Het is gewoon one movement. Maar op een gegeven moment komt die moeder dus niet iedere keer meer, of die vader, als die ook een beetje meedoet. Het schijnt voor te komen. Ja. Ik deed dat ook trouwens. Maar goed. Ik liet het ook vallen af en toe. Ander verhaal. Dus dan gaat er een afstand ontstaan tussen het ongemak, al dan niet gefingeerd, en de respons. En daar begint al het macht-angstspel een rol te spelen. En daarom zeg ik, het is zo childish, want idealiter groeien we daar gewoon voorbij en dan snappen we van we kunnen dit doen. En soms wordt dat beantwoord en soms niet. En be okay with it, weet je wel. Of nog een stapje verder, gewoon competent worden. En zodat je niet de hele tijd zo hoeft te doen, maar je kunt ook zelf het een en ander, weet je wel. Maar bij sommigen van ons gaat dat niet helemaal goed. En, of blijven daar van die kindresten eigenlijk in zitten. En dan moet inderdaad de realiteit, lees de ander, welke ander dan ook, vooral degene die dichtbij is, de hele tijd, eigenlijk al voordat ik het vraag, mijn behoeftes intuïteren. Het is eigenlijk al een schande dat ik moet gaan zeggen van, yo, kunnen we gaan eten? Of je had al moeten staan koken eigenlijk, hè? Weet je wel, voel je niet dat ik honger heb of nou, wat het dan ook is, hè? Dat is babymodus. Ja, dit is echt, wow. Dus dat stinkt, yeah. It looks funny, yeah. Maar gelukkig heb ik het niet op dat niveau om eten. Nee, maar... Ik bedoel met honger of willen eten, dat kan dus ook op geestelijk of emotioneel niveau zijn. Hè? Ja. Dus als ik aandacht wil van de ander, is het ook honger. Het is ook food. Juist. Ik wil dat je naar me luistert, ik wil gezien worden. Ik heb twee zinnen gezegd en je komt al met een oplossing. Ik wil dat je naar me luistert, ik wil geen oplossing. Ja. It's not the nail in my forehead. Ken je die? Het is een heel leuk filmpje, hè? Om vrouwen af te zeiken. Dan zie je dus een vrouw op een bank zitten, helemaal in de war. En die heeft een grote spijker in haar voorhoofd. En ze zegt dus dat ze zich niet goed voelt en hoofdpijn heeft. En die vent die zegt van, there's a nail in you. Je moet naar me luisteren. Ja, maar... Vond ik haar grappig. Het gaat helemaal niet om het probleem, ze willen gewoon ouwe hoeren. Over gevoelens. Het is zo fucking boring of ze gaan je dromen vertellen. Ik heb al 100 keer gezegd, ook tegen Kasia, dat is best een tof wijf hoor. Maar that I don't give a shit, maar... Meestal als ik nog zo half
na 3,5 uur een soort van slapen of ik weet niet waar ze me naartoe sleuren, uit dat bed kom, nog voor mijn koffie en sigaret, weet je wat ik nou gedroomd heb? Nee schat, vertel. Ik ben reuze geïnteresseerd. Not. Ja, dan heb jij toch nodig dat zij haar mond houdt? Ja, inderdaad. En dat heb ik meestal nodig. Zeker. Daarom is het nog niet zo eenvoudig om wat ik wel eens noemde, een mens uit één stuk te worden. Als we gewoon goed kijken, dan zien we, ik heb het ego of persoon wel eens beschreven als een dorp. Er woont er niet maar één, er zijn er een heleboel. En sommige die zijn mooi rond, andere zijn pretty fucked up of achtergebleven. Dat zijn van die, weet je wel, van die Walking Dead figuren. En die lopen daar ook rond, daar moet ook iets mee. Afmaken namelijk. En dat kan alleen door in contact te komen. Je moet dichtbij komen. Weet je wel, in de hersens steken. Ja, zeker, want anders bijten ze je. The tricky bastards. En die hebben echt niet zo heel veel zin to die. Die hele diepe dingen die van die eerste maanden of 2 jaar zijn, dat zit vrij aardig in het systeem. Met weerhaken en dergelijke. Dat is niet zo heel eenvoudig. Ja, dat merk ik. Yes, of course. En het is dus ook handig om dat niet te benaderen in de zin van dat je jezelf op je kop gaat geven. Dat er zit. Je hebt dat niet verkozen. Weet je wel. Dat is ontstaan en dat zijn een soort misvormde stukjes. Daar moeten we dus inderdaad creatief en op de tast van wat heeft dit van mij nodig om eruit te kunnen gaan, om bevrijding te vinden, zou ik maar zeggen, weet je wel. Dus het moet wel afgemaakt worden, maar wel op een attente manier. Dus gewoon netjes beet houden en dan gevoelvol om zeep helpen. Dat is niet helemaal een grap wat ik nu zeg. Ik moet namelijk zo dichtbij kunnen komen, dus dat stukje wat angstig is, daar kan ik niet zomaar op afstormen, want dan gaat die ondergrond. Because it's scared shitless. Weet je wel, dus ik moet hem afmaken, maar ik moet er zo dichtbij komen, net als een gewond dier, die je moet doden om hem uit zijn lijden te verlossen. Daar moet je niet op afrennen, want die is al gestrest. Weet je wel, dus je moet dat heel voorzichtig en dan ja, doen wat nodig is. It's no fun, maar it's better that way. Dus het is een liefdevolle moord eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ja, opruiming of schoonmaken, als je iets schoon wil maken, kan het ook niet altijd op één manier. Right, ja, yeah, exact. Uitzoeken hoe? Yes, wat dat nodig heeft, zodat het moet het weken, moet het schoon. Voilà, yes, yes. Dus wat het nodig heeft, niet wat ik nodig heb. Ik ga ermee verder. Yes, good. Thank you. Koffie of ja? Tof, dankjewel.